naar de hele zee. Nee, waar woont u? Hier. Oh, mooi. Zo. Nou, mag ik u wat... Ja? Zeg u, hoe lang zit u hier nou? Een weekje. En, bevalt het? Het bevalt uitstekend. Ja? Het is een goede uitvinding of een beslissing geweest van de gemeente om eindelijk voor ons die dingen te maken. Ja, want waar was u hiervoor? Bij het leger op straat. Jaren. Ja. En nu heb ik mijn eigen plekje. Ik kan mijn geluidsinstallatie aanzetten wanneer ik wil. Ik kan gewoon slapen en hier is heel rustig slapen. Je hoort niks. Maar je bent gewoon jezelf. Ja. Heb je ook een idee dat je nou weer wat op kan bouwen? Of ben je eigenlijk gewend aan dit leven? En dit wil je eigenlijk wel zo? Ik ben klaar. Ik ben al op leeftijd, hè? Ja. Dus ik praat anders dan die andere mensen. Ja. Maar die andere jongeren zijn jonger. Maar ik heb zoiets, dit is mijn eindpunt. Dit is mijn stadium. Dit wilde ik. Voor mij is het goed zo. Ja. Dat klinkt mooi en dat klinkt ook naar de gemeente goed geluid. Een hele goede beslissing. Ja. En mijn doel is, voor het eind van mijn leven, dat er nog 25 gebouwd worden voor andere mensen. Die echt moeilijk hebben om... Maar dit is gewoon wat wij nodig hadden. Ja. Hoe kom je aan 25? Zijn dat je medemaatjes, hoe je het noemen wil? Nee, die heb ik in de krant gelezen. Als dit project slaagt, dan komen er nog 25 gebouwd worden, toch? Eigenlijk zijn er meer nodig. Maar iedereen is op zijn plek. Ja. Je moet gewoon de goede... De gemeente heeft de goede mensen bij elkaar gezet. En dan ben je happy. Ja, nou dat En klinkt. Geloof me... mijn zoon is overleden, hè? Mijn zoon is overleden. Ik kreeg elke keer bezoek van die jongens. Ze komen bij me op bezoek. Hey, slaap ze wel goed? Slaap ze wel dit? Snap je? En dat is wel leuk. Je moet een goede ploeg bij elkaar zetten. Ja, ja, ja. Hoe ben u nou, als ik toch mag vragen, uw leven? Ja. Hoe ben u nou gekomen tot zo? Is dat... Ja, maar ik werkte vroeger in de zorg. Ja. Maar op een gegeven moment had ik een huis. Hier is een eengezinswoning. Maar die was €500. En was veel te duur. Ja. En toen ging alles mis. Mis. Toen is het misgegaan. Ja. Sindsdien heb ik toen op straat gewoond. Ja. Maar is dat ook doordat er geen hulp is? Of kon je nergens aan de bel trekken? Ja, maar ik ben er nooit een vraag geweest van hulp. Nee. Ik ben echt een persoon die nooit om hulp vraagt. Nee. Dat moet me echt. Dat is mijn maatje. Nou kwam dat hij iets voor mij doet of zo. En ik vraag nooit om hulp. Nee. Jullie helpen elkaar. En vooral hier. Het is pas een week. Hé, hey, Richard. Maar het is een week, maar je voelt nu al de warmte van de anderen. Zeker weten. Ja. Zeker. Nou, dat is mooi. Dat klinkt goed. Dat is echt zeker weten. Ja. Nou, wij gaan dat... ik ben van Dordt Centraal. Hij was toch in die krant eerst? Oh, dat zou kunnen. Ja. Hey, ja. Hij was eerst in die krant. Ja, en ik zie dat hij een Feyenoord-fan is. Ja, dat weet ik. Alleen dan is het goed, hè, een Feyenoord-fan. Want zo dicht bij Rotterdam. Ja. En ben je ook blij dat je een eigen huis hebt? Ja. Ja, want ik hoorde van haar ook het verhaal. Ik ben van Dordt Centraal. En ik ging eens kijken hoe het nu ervoor staat. Nou, als ik het hoor... Er kunnen er nog 25 bij. Ja? Ja. Zeker. Dan ben ik en je blij eigen voor. Huisje met alles erop, erin en eraan? Is wel een ander leven, hè? Ja, ja. Maar? Ja. Is wennen. Dat is wennen, hè? Ja. Moet wennen nog. Maar op straat slapen, in een bed slapen. Ja. Nou, we gaan dat volgen. Want de huren zijn wel hoog. Maar... Ja? Oh, jullie moeten ook... Ja, wij moeten gewoon huur, energie betalen, alles. Ja. Maar, we moeten gewoon betalen. Ja. Maar kijk, wij staan ook onder bewind, hè. Ja. Dus met het €50 die we hebben in de week... Ja. Dan kunnen we niet elke dag McDonald's gaan eten. Nee, ook. Nee. Nou kan je geen soort prikkaart krijgen dat je 5 halen, 3 betalen of zo wordt.
Ik weet niet. Dat zou wel mooi zijn. Ja, ik ben er nog niet geweest. Oh. Ik ben nog niet bij McDonald's geweest. Ik hou het bij noodles ja. En zo. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel woongenot. Ja. En ik hoop dat je hier lekker thuis kan voelen. Ja. En dan, wij zijn het... Ze zijn nog bezig toch, met alles? Ja. Groen, alles, planten, al die shit. Dat gaat wel lukken, toch? Ik denk dat we voor de volgende 25 gaan. Ik hoop het echt. Heel goed. Voor de volgende 25, 50 door heel Nederland. Door heel Nederland. Nou, laten we eerst maar Dordrecht of de Drechtsteden doen, hè? Ja. Dat is genoeg. Daar hebben we al genoeg mensen. Ja, klopt.